Op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zullen er in de komende weken enkele wijzigingen worden doorgevoerd. Minister Albert Ramdien ging gisteren op het bordes van het Frank-SZ-gebouw in op de vragen van journalisten over de mutaties binnen het personeelbestand van het ministerie. Hij zegt dat ambtenaren die willen werken gehandhaafd zullen worden. Ook gaf minister Ramdin aan dat zijn ministerie gesprekken voert met de honorair consults hier te landen. Om na te gaan welke bijdrage de landen die ze vertegenwoordigen kunnen leveren aan Suriname. Dat is onderdeel van de regeringstransitie. Uh, maar president Santos heeft nadrukkelijk gezegd, mensen die willen werken en die bereid zijn, die kunnen hun bijdrage blijven leveren. En ik moet zeggen, dat was een heel goed gesprek. Uh, de mogelijkheden zijn er. Uh, wij hebben enorme behoeftes. En wij zullen er zeker ervoor zorgen dat we goed gebruik maken van de diensten die zij ons kunnen aanbieden. Ramdien zegt verder dat Suriname reeds een prioriteitenlijst heeft samengesteld. voor de besteding van de 3,5 miljoen euro aan COVID-hulp van Nederland. Het ministerie van Volksgezondheid heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Uh, onmiddellijk na het beschikbaar komen van die middelen. Zijn uh, prioriteitenlijsten opgesteld door het ministerie van, door de minister van Volksgezondheid? Die zijn inmiddels al een week doorgespeeld aan Nederland. En men is nu bezig om alles op een rijtje te zetten, zodat we de goederen zo gauw mogelijk hier kunnen krijgen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Onze nieuwsdienst sprak hem gisteren op de stoep van het Frank-SSH-gebouw voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering.